zijn bezig om de veiligheid van de zwakkere verkeersdeelnemers te verbeteren. Dat zijn vooral fietsers en voetgangers. En we zijn op basis van data een database aan het maken om alle gevaarlijke kruispunten in Nederland te inventariseren. Quizzo heeft de applicatie ontwikkeld in samenwerking met SAP en de VNSG. Die hadden een hackathon uitgeschreven. Ja, we hebben eigenlijk meegedaan om een stuk ervaring op te doen op het HANA Cloud platform. En hebben wij een applicatie gebouwd in combinatie met Big Data. Het doel van de app is eigenlijk om de verkeersveiligheid te bevorderen. En dat hebben we in combinatie met Interpolis hebben we dat eigenlijk bedacht. Waardoor mensen die op de fiets zitten, ouderen en jongeren, een meer veilig gevoel krijgen. Er zijn ieder jaar ongeveer nog 200 dodelijke verkeersslachtoffers van fietsers. Dat is ieder jaar hetzelfde. Hoewel het bij auto's daalt, is het bij fietsers stabiel. En er zijn ook ongeveer 3000 ernstige verkeersslachtoffers waarbij een fietser betrokken is. En als je dan als fietser zo'n kruispunt nadert, krijg je daarvoor een alert. Middels het signaal wat afgegeven wordt door de wearable en door de applicatie, middels een lichtsignaal of een trilling of een combinatie daarvan. De applicatie is heel eenvoudig te bedienen, zeer intuïtief. Wat je ziet is in feite de heatmap, dus de gevaarlijke situaties, die kun je al vooraf bekijken. Maar het mooiste van de applicatie is eigenlijk dat je direct gewaarschuwd wordt op het moment dat je in een gevaarlijke situatie je bevindt. Voor een verzekeraar is het vooral van belang dat we kijken van hoeveel schades ontstaan er eigenlijk door fietsongelukken. Of een ongeluk waarbij een fietser betrokken is. We hebben daar eens naar gekeken en ruwe schatting is dat dat toch wel 300-400 miljoen kost per jaar, alle fietserongelukken. Dus als we het aantal ongelukken kunnen beperken, kunnen we minder geld uitkeren. En kunnen daar ook de premies omlaag.